What's up Ajaxiden en welkom bij een nieuwe aflevering van Take a Seat. Vandaag heb ik een hele dikke BMW X7 mee om een echte Ajaxiet op te halen. Hij speelde meer dan 250 wedstrijden voor onze club, maakte mooie jaren mee bij AC Milan en is sinds deze zomer weer terug op de toekomst. Ik heb het over Urbi Emanuelsson. Urbi Emanuelsson. Emanuelsson, wat een loei. Emanuelsson, ja. Emanuelsson, hij zit er schitterend in. Hij zit er schitterend in. En schieten, dat moet dan met rechts, maar dat kan hij ook. En dit is een schitterende goal van Emanuelsson. Romero laat zich verrassen. Emanuelsson, boom. Urbi, hey, hoe is het? Goed, bij jou? Gaat goed? Ja. Ja? Ja. Ga je lekker instappen? Ja. Gaan we een bakje drinken? Ja. Kom maar in. Nou, Urbi, welkom. Yes. Voor de mensen die je kennen, maar niet hebben gevolgd de afgelopen tijd. Ja. Wat doe je nu? Ik ben assistent trainer van Dave bij Jong Ajax. Ja, sinds dit seizoen. Ja, ik moet zeggen dat het best wel een rollercoaster is geweest voor ons. Maar voor mij natuurlijk heel leerzaam. Om vooral van Dave en Jury dingen mee te pikken waar je vroeger als voetballer eigenlijk nog niet mee te maken had gehad. Rollercoaster doe je dan ook echt op de trainerswisselingen? Zeker. Trainerswisselingen. Heel veel spelers van ons ook die met het eerste mee trainen en dan weer terug. En dan krijgen we spelers van één. Dus dat is wel iets waarin wij telkens in moeten schakelen. Kijk, met Branko, met Berghuis hebben we een aantal keren op de trainingen gehad. Dan met Henderson die Roelie. Kijk, dat zijn jongens die zich op een bepaalde manier voorbereiden op wedstrijden. Maar ook op trainingen, de intensiteit. Kwaliteit die ze erin stopt. En dat is voor onze spelers is dat natuurlijk een prachtig leermoment om te zien hoe Berghuis vanuit een blessure die een keer meedoet, wat de tempo waarmee hij traint met Henderson die vanuit Liverpool, Saudi-Arabië bij ons meetraint en in zijn coaching al dingen zoveel anders doet dan de jongens bij ons in de ploeg. En dat zijn momenten die voor ons goud zijn. Kijk, wij zeggen een hele hoop. En we proberen die jongens daarin te stimuleren, maar het is natuurlijk des te mooier ook om zo iemand op de training te hebben, dat ze het ook zelf kunnen ervaren. En dat is natuurlijk de kunst van ook de opleiding, van jongens die goed zijn of die het goed doen, die af en toe met één mee kunnen trainen, om gewoon eens aan te voelen hoe het daar aan toe gaat. En dat ze weten van, misschien ben ik toch nog niet zo goed als ik zelf in gedacht had. Wat is nu jouw rol als trainer? Gewoon hoe zie je jezelf graag? Ja, ik ben assistent. Ik heb een aantal spelers in de groep waarvan ik mentor ben. Tristan, Arjani, die nu bij één zitten, maar ook een Rafael Sarfo, Walid. Eigenlijk alle verdedigers, daar ben ik mee bezig. En de verdedigende middenvelders. Mis je zelf het spelen? Nee, eigenlijk niet. Ik doe het nog wel regelmatig mee hoor, met die jongens. Maar, en hoe gaat dat? Ja, nee, dat gaat goed. Dat gaat goed. Het is leuk. Kijk, voor deze jongens. Kijk, ik ben nu 37 en zij zijn 18, 19, sommigen 17. Dus de meesten die kennen mij niet of die weten niet. Tuurlijk van beelden, maar ja, ze hebben mij niet van dichtbij meegemaakt. Dus daarin hebben we best wel in leuke dolletjes. Kijk, met Mika bijvoorbeeld. Kijk, Mika probeer ik altijd een beetje te triggeren, omdat ik hem best gewoon een goede speler vind. Ja. En dan hebben we wel eens de discussies. Ja, als ik op jou zou staan. Kom er niet voorbij. Gods. Gaat naar voren en daar is Brobby. Goed geblokt. Je had zeker moeite met hem gehad, dat soort dingen. Kijk, dat soort dingen vind ik leuk. Zie je jezelf ooit als hoofdtrainer? Op dit moment niet. Nee. Maar ja, wie weet hoe dat gaat lopen. Ik ben wel bezig met een cursus om mijn diploma's te halen. En vanuit daaruit zien we wel. Step by step. Ja, step by step. Kijk, ik heb geen haast en ik vind dit nu gewoon leuk. En ik ben vooral aan het uitvinden wat ik leuk vind of waar ik naartoe wil.
En ik heb daarin nog alle tijd. Ja. Nou, we zijn er. We gaan naar binnen. Yes. Mooi plekje uitgekozen. Ja. Jij wilt een theetje? Ja. Oké, nou we zitten. Gaan we lekker terugblikken op je Ajax-tijd. Ja. En ook een beetje op je carrière. Oké. Maar ik ben natuurlijk benieuwd gewoon naar Urbi als speler. Dus ik geef jou de eerste foto. Ja. Ik zie mezelf met Ryan en het Wiegers. Jonge kopjes? Ja, hele jonge kopjes. Ik denk dat dit, of in ieder geval mijn eerste jaar bij de selectie is. Ja, Edwiges en Ryan hebben eigenlijk samen de stap gemaakt van jong Ajax naar Ajax 1. Waarbij Ryan natuurlijk de eerste was die zijn debuut mocht maken. Daarna zijn we ook samen, geloof ik, op trainingskamp geweest naar Zuid-Afrika. Now the scientific word for the giraffe actually means in Latin giraffa camelo lipidaris. Actually means walk like a camel, run like a horse. Wat kun je ons vertellen over de giraf? Ik weet alleen dat het rent als een paard en het loopt als een. Dat weet ik niet meer. Misschien weet jij het nog? Nee, dat heb ik net niet opgeschreven. Oh. En eigenlijk het seizoen daarna samen bij de selectie gekomen. Kan je jouw connectie met hen omschrijven? Ja, het blijft natuurlijk een aparte connectie, omdat je bewandelt dezelfde weg. Ik ken Urbi natuurlijk al vanaf de jeugd, dus dat is een pluspunt. En, dat klinkt wel. Ja, we hadden zo'n sterk elftal in de jeugd en wij waren een beetje een soort drie blikvangers, zeg maar. Nou, het Wiegers hier nog vaak genoeg op de toekomst. Ja. Spreek je Ryan nog wel eens? Ja, af en toe. En stel dat ik Ryan morgen tegen zou komen, dan voelt het gewoon als vanouds. En zo was dat met het Wiegers ook. Wij, Urbi en het Wiegers, wensen jullie een heel gelukkig en gezond 2008. Voilà. Yes. Zo zal die band zal er altijd blijven. Ja. Weet je nog wanneer dit was? Ik denk 2008. Nee, dit is die 2006 deze. Oh, 2006. Ja, dit is 2006. Ah, okay. Laat af en dit is de goal. Aan de corner van Wesley Sneijder is het Huntelaar die 1-0 maakt. Emmanuelsson. Boukari. De tweede minuut van de extra tijd. Daar komt Huntelaar en die scoort. Klaas-Jan Huntelaar verzorgt Danny Blind een mooi afscheidscadeau. Tweede doelpunt van Huntelaar. Van Klaas, ja. 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 We zien ook Steven Pienaar, we zien Fernand Lieve op de foto. Ja. Hoe is je band met Pienaar? Hij was eigenlijk in die fase dat wij bij ons bij de selectie kwamen, was hij een beetje de speler die op ons lette. Hij, Nigel, met Johnny en Wes en Raf. Mooie namen. Ja, dat waren een beetje onze grote broers, zeg maar, die wanneer we het moeilijk hadden, zij ons hielpen. En we hadden gewoon ontzettend veel steun aan hem. En met Vernon, dat was eigenlijk ons kleine broertje. Die een aantal jonger is, die bij de selectie kwam. Kijk daar. Oh! Vernon. Ja, Vernon was wel mijn maatje. Ja? Ja. We gaan even kijken naar een doelpunt. Ja. Weet jij wel welke, denk ik direct toch? Ja. Assist van mijn maatje zie ik alweer. Emmanuelsson. Emmanuelsson. Zorgt gewoon voor het opbergen van allerlei discussies, want hij is er weer. Wat is dit de man van de laatste, in ieder geval 8 dagen? Het mooie van dit seizoen is dat ik veel met Martin Jol heb gezeten. En hij stelde me vaak de vraag van, ja, wie ben jij als speler? Wat maakt jou Urbi, zeg maar? Ja, wij hebben in dat jaar een soort van dingen ontwikkeld waarvan ik vind van oké, dat past bij mij. En het mooie daarvan is dat het vooral in de grote wedstrijden kwam dat vaak tot uiting. Ja, deze goal kenmerkt jou ook echt als speler. Van vrijheid, ja, techniek, ja. Actie, durven. Ja, zeker. En dat is iets wat ik zeg. Dat is iets waar ik met de trainer op dat moment veel gesprekken over heb gevoerd. En hij pushte me daarin ook om zeg maar die dingen te blijven doen. Is dit de mooiste goal uit je carrière? Ja. Deze tegen PSV? Pantelic. Bal eigenlijk alleen maar binnen te houden. Nou, zo dus. Emmanuelsson.
en schieten. Dat moet dan met rechts, maar dat kan hij ook. Urbi Emanuelsson. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ik denk dat dit wel, ja, gewoon alles wat erbij komt kijken, denk ik dat dit wel in ieder geval in de top 3 hoort. Top 3, ja. Wat is het geheim van deze stap? Verstand op nul. Ja, gewoon, ja, gewoon niet nadenken en doen wat in je opkomt. Omdat hij met rechts is. Beter kan hij niet. Nee, ja, dan focus je nog wat extra op het trappen. Omdat dat, ik wil niet zeggen onnatuurlijk is, maar het is gewoon je zwakke been. En dan komt er gewoon wat extra. Ja. Hij zat er lekker in. Hij zat er heerlijk in, ja. En dan doet hij het met rechts. Oh, wat een doelpunt. Hij bewaart ze voor de grote wedstrijden, Emanuelsson. En hij maakt ze op zeer fraaie wijze. Luka Modric. Ja. Kan je daar nog wat van herinneren? Ja, zeker. Ook omdat hij het nu zo goed doet. En dat is altijd wel een speler die je bent blijven volgen. Want ik geloof dat hij ook toen 18 was. En hij speelde tegen Dynamo Zagreb. En hij speelde daar. Zag je toen al dat hij groot ging worden? Ja, je zag wel natuurlijk dat hij de kwaliteit had om het hoger te schoppen dan waar hij toen zat. Zeg maar dat hij het zo goed zou doen, dat had ik niet verwacht. Nee. Wie is de beste speler waar je ooit tegen hebt gespeeld? Ik moet zeggen, de speler die het meeste indruk op mij heeft gemaakt als speler dat ik in het veld stond en dacht wauw, dat was Eden Hazard. Eden Hazard? Ja. Ja. Wanneer heb je daar? Dat was met Fulham bij Chelsea, zeg maar. Ja. Ik ben niet heel vaak onder de indruk. Tuurlijk, je hebt Messi en Messi staat buiten kijf. Een beetje makkelijk om Messi te noemen. Maar hij is een van de weinige spelers dat ik dacht in het veld van wauw, jij bent echt goed. De beste speler waar je mee hebt samengespeeld? Dat vind ik moeilijk om daadwerkelijk eentje. Kijk, de beste verdediger waarmee ik samen heb gespeeld is Thiago Silva. Dat, bij Milan? Ja, daar hoef ik niet eens over na te denken. Ik denk dat ik toch voor Zlatan. Ja? Maar niet alleen om de speler die hij was of is geweest. Maar ook gewoon de manier hoe hij naar bepaalde dingen keek. Een bepaalde winnaarsmentaliteit. Ja, hij was gewoon eigenlijk bang om fouten te maken naar hem toe, zeg maar. En ja, dat is een kracht die niet veel mensen hebben. Nee, heb je het met hem ook nog over Ajax gehad? Ja, zeker. Zeker, zeker in mijn eerste periode dat ik bij Milan kwam, is hij wel degene die me een beetje had opgevangen. Kijk, ik was 24 en kwam. Ik maakte mijn eerste stap naar het buitenland. Ik heb het geluk gehad dat ik die spelers om mij heen heb gehad die me een beetje wegwijs maakten. Die mij vertelden wat er nodig was om te slagen bij Milan. Als je naar de status van de club kijkt, is het een beetje de Ajax van Italië. En daardoor maakt het voor mij ook wel des te mooier om zo'n stap te maken. Clarence Seedorf en Zlatan, heb je contact met hun gehad? Met Clarence wel. Die heb ik even gebeld. Zlatan via de voorzitter, maar die wilde nog niks tegen me zeggen omdat hij vond dat ik dan te blij zou zijn. Dus hij heeft gezegd, als ik daar ben, dan hoor ik het wel. Nou, toen ging je naar Milan en toen kwam je Clarence tegen. Ja. Hoe was dat voor jou? Want ik kan me wel herinneren dat ik ergens een quoteje had gelezen dat hij een van jouw idolen was ook. Ja, hij en David natuurlijk. Ja, toen ik 8 was, in de periode 94-95, was Ajax natuurlijk een van de beste clubs van de wereld. En zij waren toen de spelers die in Ajax 1 speelden. Komen van Surinaams afkomst, dus ja, dan is de band snel gelegd. Mijn familie is ook nog eens goed met de familie van Clarence. Dus we kenden elkaar. Hij was iemand die heel veel met mij bezig was. Die mij de wetten van het Italiaans voetbal leerde. Of in ieder geval het presteren op het allerhoogste niveau. En hij hielp me ontzettend daarbij. Ik heb echt heel veel steun aan hem gehad. En ik vind het blijft voor mij een speciaal persoon. Vele grote trainers meegemaakt. Ja. Van wie ben je het meeste opgestoken? Ik ben zeg maar een beetje een spons. Dus overal waar ik ben geweest of wat ik heb meegemaakt, probeer ik altijd wel iets mee te pikken. Ik gaf al een stukje dat van Martel Jol aan. Dat is iets wat ik wel heel erg houvast aan heb. Wat hij mij heeft geleerd van oké, wat maakt jou de speler Urbi? Dus dat is iets wat ik ook aan mijn jongens zal meegeven. Maar ook aan Ten Kate. Vragen ze dat ook? Wat maakt jou de speler? Ja, zeker, zeker. Ja. Maar, en ook al
En als je dat niet weet, dan gaan we dat proberen te achterhalen. Waar ben je goed in, waar ben je minder goed in? Met Henk ten Katen, die voor mij super hard was. Dat was ook juist, denk ik wel, om jou een beetje te stimuleren. Ja, dat is misschien ook wel iets wat ik nodig had. En ik kreeg van ten Katen altijd een spiegel mee naar huis. Dus als ik ging trainen, moest ik vragen van oké, Urbi, wat ga je er vandaag aan doen om een betere speler te worden? En als ik dan naar huis kom, moest ik weer in die spiegel kijken en naar mezelf vragen van Urbi, heb jij er alles aan gedaan vandaag om een betere speler te worden? Dus dat soort dingen. Deed dat ook? Ja, dat deed ik ook. En dat soort dingen, dat hebben me altijd bijgebleven. Je vertelt mij net al die anekdotes van de kleedkamer van Milan en al die grote spelers. Vertel jij die ook aan de spelers bij Jong nu? Ja, zeker. En hoe reageer je erop? Kijk, zij weten wel van mij dat ik bij de clubs heb gespeeld of de dingen die ik heb bereikt en ook dat ik bij Ajax... Zij zeggen vaak genoeg, maar ja, zij lopen ook op de toekomst, zij zien ook foto's van mij hangen. En dan zegt ze ook van, ja, maar trainer, u bent een grote meneer. Dus vraag ze aan mij bijvoorbeeld om naar de trainer om dingen te doen. Zeggen ze dan trainer gewoon? En dan zeg ze zeggen wel trainer. Ik moet wel wennen aan het u. Ze zeggen veel u. En dan voel je zeg wel... Je dan, zeg maar je of nee, gewoon u? Nee, ik laat het wel. Maar dan merk je wel dat je ouder begint te worden. Ik leer van hun, zij leren van mij. En wat ik zeg, ik ben er voor de club, ik ben er voor hun en ik hoop dat we zoveel mogelijk goede spelers aan het eerste elftal kunnen afleveren, want ja, daar staan wij voor. Ja, is zo. Uiteindelijk moeten we het altijd van eigen jeugd hebben. Ja, zeker. En dat probeer ik ook altijd aan te geven. Op het moment dat een club in de problemen komt, en zeker bij Ajax, en dat heb ik in de periodes dat ik bij Ajax zat, want ik heb natuurlijk ook in hele moeilijke fases waarin ik volgens mij... In 4 jaar tijd 8 trainers heb gehad en zo en dat soort dingen. Maar de club komt altijd terug op eigen jeugd. En dat is iets wat je die jongens probeert mee te geven. En zeker als je in een fase zit dat je misschien even niet speelt of je mag niet met de eerste meetrainen, je moet even met ons meetrainen. Je moet je gewoon voorbereiden op die ene kans die gaat komen, want die komt altijd. Nou, thanks Urbi dat je aan wilde schuiven en dat je ook even terug wilde blikken op je Ajax-periode, maar ook op je carrière. Ik ben enorm blij en ook weer enorm blij dat ik terug ben. En, laten we de komende jaren er weer wat moois van maken. Yes. Succes. Alsjeblieft. Thanks. Yes.